Joh, als ik mijn gulp openlaat, dan kom ik nog eens een dame thuis. Leuk dat je er weer bent, mensen. Bij deel 2 van de garage opruimen. Al die slimmigheidjes. En misschien heb je deel 1 wel gemist, want die was van gisteren. En het linkje, dat zie je anders hieronder wel in beeld verschijnen. Ik zal deze spullen eens even netjes neerleggen. Dan heb je ook een beetje een idee wat ik allemaal meeneem aan meuk in mijn garage. En dan kijk ik gelijk ondertussen wat ik thuis kan laten voor de volgende keer. Of wat ik weggegeven. Ik leg mijn schoenen er ook maar even bij. Vers uit de wasmachine, jongens. Die dingen die ruiken echt naar roosjes. En dat is heel wat anders dan die kernexplosie zoals het eerst was. Woe. Zo, klaar. En moet je eens kijken hoe dat er allemaal uitziet, man. Hoehoehoe. Nou, hier ligt dus echt mijn complete garage uitgestald. En tot en met mijn fiets, hè, jongens. Mijn complete zootje van de garage. Dat het er allemaal in past, joh. Niet te loven. Hoe ziet dat er dan binnen uit? Even kijken. Nou. Zo. Zo dus. Zo ziet dat er binnen uit. Een heerlijke lege garage. Nog even die stofzuiger weghalen. En dan is die knetterleeg. Nou, en omdat ik jullie natuurlijk beloofd had om meer met die drone te doen, gooi ik dat ding ook nog eventjes in de lucht. Want dan kan je dat hele spektakel eventjes van bovenaf bekijken. Nou zeg, als dat nog geen duimpjes oplevert, woe! Even opbergen en dan gaan we naar de garage. Nou, ik had beloofd om ook nog even een blik te werpen op mijn spullen, jongens. Dit is mijn voortent. Dat is een Ventura. Dat is een merk van Isabella. Echt een super ding als je wat langer verblijft op een camping. En ik heb daar een video van gemaakt, hoor, vorig jaar. Dus Jos die plakt wel even een linkje in. Echt een super tent met luchtdingen. En als je nou een camper hebt die wat hoger is, want die van mij is natuurlijk wat hoger. En die, hij moet natuurlijk in die strip. Maar als je nou zo'n camper hebt en je hebt plannen, bij mij gaat hij eruit. Want ik ga niet meer lang verblijven op een camping. Dus ik verpats hem. Verder, wat heb ik nog meer, jongens? Een paella brander. En daar hoort een paella pan bij en een gietijzeren skillet. Nou, wat je hier ziet is mijn case voor de Starlink. Ik heb hier een barbecue. Dit is mijn luie stoel. Ja, ik heb namelijk af en toe wel eens een lui moment. Luie stoel, daar heb ik mijn twee enorme haringen waarmee ik mijn luifel vast hengst met dat vuistje. Nou, een vloermatje snap je wel. Dat stukje plastic of schuim heeft te maken met mijn EcoFlow. Want die zet ik eigenlijk liever niet zo op het op een moddergrasveld of wat dan ook. Dus die hou ik erbij. Je ziet daar schoenen. En dit ding, die gebruik ik eigenlijk om dingen rammel vast te zetten in mijn garage. Nou, verder zie je daar de Solbio voorraad. Die maak ik nog eventjes, op voordat ik weer overstap op mijn Tedford spullen. Denk ik. Fietstassen van Ortlieb. Mijn complete gereedschap, zeg maar. Die zit in deze vriendelijke vriend. Die hebben jullie misschien al een keer gezien.
Nou, dan kom ik sla de kisten even over. Mijn motorlazen die wel een keer een sopje kunnen gebruiken. Dit zijn de pootjes. Dit zijn de pootjes waarmee ik mijn paella brander op hoogte kan zetten. Dan hoef ik allemaal niet zo te bukken. Natuurlijk een paraplu, jongens. Dit zijn, je moet deze horen bij die krukjes staan. Zie je dat? Dat zijn die krukjes. En dan heb je gelijk, maak je er heel makkelijk een tafeltje van. Die hoort bij mijn zonnepaneel van de EcoFlow. Dan heb ik een borstel om mijn camper te reinigen. Ik heb een standaard voor een heel handig prullenbakje en een bezempje. Dan komen we hier bij de fietspomp. En een rugzak om boodschappen te doen. Dat is wel grappig, dat is er eentje van Tulle. En die is gesigneerd. Even kijken hoor. Oh, hier ook. Die heb ik laten signeren door... Er was een actie op een berg. Die, toen kreeg je zo'n rugzak mee, tientje voor tientje, voor het goede doel. En, dan werd die, en de opbrengst werd gebruikt om van die dragers in Nepal een opleiding aan te bieden of zoiets. Nou, doe ik ook eens wat voor het goede doel. En even kijken hoor. Een matje natuurlijk voor als vloerkleedje voor buiten. Stokjes die nog bij die airtent te horen, want een deel, de luifel, die span je af met een glasvezelstok. Hier zie je mijn motorjackie. Want ik heb ook hangding en kijk. En een overhemdje. Ja, daar heb ik er meer van bij hoor. Als Jos en ik testjes gaan doen, dan heb ik meestal zo'n campingtrend shirt aan. Stoeltje 2. Of eigenlijk is dit stoel 1. Stoel 2. En daar zit met die stoel 2. Daar heb ik, ooit eens een keer getest. Een oud chair. Dat is een verwarmingsmat. Die leg je er gewoon in. Klittenband vastmaken. Accuutje erin. En dan heb je een warme kont. En ik moet eerlijk zeggen. Dat is... 's ochtends wil ik nog wel eens vroeg opstaan. En dan zeker. Hou je vast, hè. En dan zeker met dit uitzicht. En dan vind ik het wel lekker om een beetje warme kont te hebben. Want dan is het net even te fris buiten. Zelfs nu. En dan zet ik de verwarming aan. Nou, en, ik heb een reservetuinslang bij voor de grotere afmetingen. Die heb ik laatst nog gebruikt toen ik op Las Torres was. Dat bord, hè. Dat, er zijn mensen die vragen wel eens. Weet je, waarom zet je dat, hoeft daar geen bord op? Maar, dat kan ik gelijk even uitleggen. Kijk, doordat die lichtbaan erbij zit, heb je dat dus niet nodig. Als jij nou fiets aan de achterkant hebt hangen, dan steekt dat buiten het voertuig. En dan heb je zo'n bord nodig. Maar bij mij is dat natuurlijk niet zo. Want mijn fietsendrager hoort bij het voertuig, omdat er verlichting in zit. Kijk, en deze, die heeft dit motief. En aan de andere kant deze. Heeft met landen te maken. En jullie weten ongetwijfeld welke dikte strepen bij welk land horen. Ik weet dat niet. En ik heb het ook niet nodig. Maar als ik een politieagent krijg die zijn werk niet zo goed verstaat, dan zeg ik, joh, geen probleem. Zeg maar welke je erop wil hebben. Even kijken hoor. Daar zijn we alweer bijna rond, joh. Even kijken, dit was dat vuistje. Dit is ook een heel fijn stoeltje van Helinox. Die vouw je heel klein op. En voor de koudere dagen heb ik daar ook nog een inzetje voor. Dus dan heb je ook een warme kont. Nou, daar zijn we alweer weer rond. Dacht ik. Oh ja, mijn fiets natuurlijk. Kijk. En dit hele spektakel, dat zit dus in mijn garage. En dan heb ik het nog niet gehad over de boksen. Nou, die loop ik ook nog wel even na met jullie. Nou, kijk. En met die boksen gaat het dus eigenlijk mis. Moet je kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boksen met spullen. En als je eenmaal boksen hebt, dan gebruik je ze ook. En dan gaat het dus mis. En het grootste voorbeeld wat ik ga geven is dit. Twee sets Jeu de Boule ballen. Waarom? Ik haat Jeu de Boule. Echt waar. En ik heb er het geduld niet voor. Ik krijg er vieze handen van. Ik ben echt een ontzettende trut. En vroeger met mijn ouders, mijn pa die organiseerde altijd Jeu de Boule wedstrijden op de camping in Spanje. En dan kwamen die mensen tekort in de teamverdeling en dan waren wij altijd de sjaak, weet je wel. Dus echt, waarom sleep ik ze mee? Dus op de eerstvolgende camping leg ik ze gewoon op de wasmachine. Weg ermee. Nou, dit is dat handige prullenbakje wat ik liet zien. Daar heb ik ook een standaard bij. En voor de rest zit er in deze box eigenlijk alleen maar opbergmateriaal. Elastieken,
tie-rips, spinnen, spanbanden. En dat zou ik ook wel kunnen decimeren, maar dat vind ik dan nog niet zo erg. En het weegt ook niet zo overdreven veel. Maar dit natuurlijk wel. Nou, nog een voorbeeld is deze. Nou, dit zijn de spullen van mijn Burkie. Maar bijvoorbeeld, hè. Hoppa, kijk. Stormharing. En dan zou je zeggen, DW. Wat moet je met al die stormdingen en al die haringen? Nou, dat zal ik jou vertellen. Ik heb voor Cam2Go heb ik een tv-opname begeleid. En met alle respect voor de deelnemers, maar die wisten, hè, dat was de concept, die weten natuurlijk niet zo heel veel van kamperen. En een van de eerste schades, ook bij verhuurbedrijven en bij nieuwkomers, is de luifel. Mensen draaien die luifel uit, met een beetje mazzel gebruiken ze de pootjes ook nog. Maar goed, dan ben je er nog niet. Bij het minste windvlaagje, en er zijn ervaren kamperers die je ken. Jos, die dat ook al eens een paar keer mee hebben gemaakt. Het minste windvlaagje en dat hele ding dat klapt over je dak heen. En dan breekt de boel af en je hebt een partij schade van heb ik jou daar. Dus voor Cam2Go heb ik gewoon allemaal van dit soort haringen bij me. Maar ja, dat weegt wel lekker door. Dus. En die tv-opname, dat doen het inmiddels andere mensen. Prima hoor. En deze kan ik ook gewoon achterlaten op een camping. Dit zijn mijn waslijnen. Nou, wat reservescheerlijnen. Knijpers zitten bij mij allemaal in een hoesje. Nog meer haringen, nog meer. Allemaal van die scheerlijnen. Speciaal voor Cam2Go. Van Isabella trouwens, jongens. Dit zijn wel. En deze haringen trouwens ook. Dat zijn wel hele fijne scheerlijnen. Die hebben namelijk een groot houten ding waar je ze heel makkelijk mee verstelt. Maar dit terzijde. En wat ik ook heb, hè. Dan wil ik gaan barbecuen, maar dan loop ik in de winkel en denk, heb ik nou nog houtskool? En wat denk jij? 2 aanmaakzakken. En hier, heb ik nou nog houtskool erbij? Ja, dat moet je echt even van dichtbij laten zien. Heb ik nog houtskool? 1, 2, 3, 4. Aanmaaksap. Daar het 2, weet je... Ik vergeet gewoon dat ik houtskool heb. Dus ondertussen heb ik alleen hier al 4 zakken in, weet je wel. Dus kisten aan boord en vergeetachtige meneer. Gaat helemaal mis. Deze. Even deze terugzetten hoor. Nog zoiets. Dit is mijn complete gereedschapsset. Hiermee kan ik echt alles. En hier zitten al heel veel dubbelingen in, weet je wel. En ik heb... ik haal het er maar uit. Gewoon van Ikea, weet je, kost helemaal niks. Zit bijna alles in wat je nodig hebt. Maar vervolgens kom ik zo'n setje doppies tegen, weet je, met Torx en de hele andere. Ik denk, oh, dat is een mooi setje. Terwijl de meest gebruikte hier ook wel in zitten. Geen Torxen. Dus had ik een paar Torxen, was ik ook klaar geweest. Vervolgens dacht ik, oh, in mijn oude camper had ik deze zitten. Waar zat dat ook alweer? Dus nog een zootje doppies erbij. Ja, meer dan genoeg rotzooi. En hier heb ik een... opbergtroepen in, weet je wel. Even, dat moet ik even voorzichtig doen hoor. Roestertalen, schroefjes, slangenklemmen, tuiles, weet ik het allemaal niet. En hier heb ik nog zoiets met boutjes en moertjes. En roestertaal. Dus ja, ik denk, ligt niet in de weg. Maar goed, toen later dacht ik, ik ga met een zware camper lang op pad. Weet je wel, de motor gaat ook mee. Laat ik ook die gereedschapskist maar even meenemen. Daar zit natuurlijk alles in. Dus eigenlijk is dit allemaal dubbel. Maar afscheid nemen van gereedschap kan ik daar niet. Wat heb ik nog meer bij me? Epoxy, dus 2 componenten meuk. Iets om textiel. Als er wat met mijn... Ja, textiel. Als er wat... Dit had ik in mijn tent. Lekkende naden, weet je wel. Heb ik niet nodig. Een paar werkhandschoenen, dat allemaal wel. Weet je wel. Duct tape, tie wraps, dat allemaal wel. Dus maar eigenlijk dit wat ik nu in mijn handen heb. Kijk hoor, dit... Kan gewoon weg. Dat kan gewoon uit mijn camper. Wat hebben we hier? Dit is wel makkelijk voor 's winters, jongens. Zo'n kerkje. Dat is een waterstofzuiger. 'S ochtends heb je heel vaak condens in je wagen. Bij mij valt dat mee, want ik heb aan de zijkant heb ik dubbele beglazing. Dus in de cabine dubbel glas. Omdat ik dat graag wilde. Die vooruit wil wel eens aanslaan.
Als je nou geen dubbel glas hebt, heb je veel meer last van condens. En dan zuig je, je zeemt en je zuigt dat weg met die kerkje. Super handig ding. Acculader voor mijn motor. Een trechtertje, een dingetje, een dangetje. En ik heb nog een of andere, ja, ook belachelijk, het is een pulsaankoop. Dus een keer zo'n, zo'n ledlamp, weet je. Als je die op je camper zet, heb je allemaal sterren, blauw, paars, groen. Slaat natuurlijk helemaal nergens op, weet je wel. Ook zo'n weggeef, weggeefding. Als jij nou zegt, ja, de W, ik wil hem hebben, kom hem maar halen. Hebben we hier nog meer? Oh ja. Ik heb een dremel bij me, eventueel om gaatjes te boren. En heb ik het al een keer gebruikt? Ja, één keer om een gaatje in mijn riem te maken. Had het meegehoeven? Wel, nee joh, onzin. Hier heb ik nog een zootje, die heb ik trouwens nieuw gekocht. Dit, ja, ook zuignappen. Zuignappen om het douche vast te maken, weet je. Ja, peperdure dingen. Nodig? Wel, nee. Maar ja. En verder zitten hier nog vooral blikjes fris in, jongens. Kijk even, netjes terug doen. Dus in deze zitten blikjes fris, cola, light en Fanta. En nogmaals, deze dingen gebruik ik dus om de boel rammelvrij te zetten. En niet die blikjes geloof ik dan wel, maar dat is meer in als ik het zo meteen ga inruimen de camper. We hadden nog meer. Hier ook nog wat flauwe kullies. Oh, dit is ook wel grappig. En al lang over de datum. Dit zijn... oh nee, dit zijn vuilniszakjes. Die gaan natuurlijk niet over de datum. Nog wat reservegasflessen. Ik heb hier nog wat uit, uit het verleden. Een beachball set. Twee klemmen die hier helemaal niet horen. Want die horen namelijk in, waar is die kleine gebleven met al die opbergmeuk? Daar. Ik heb opbergspullen. Ik probeer zoveel mogelijk in systemen te werken dat spullen bij elkaar passen. Nog wat filt om dingen rammelvrij te maken in de wagen. Nou, zo gaat het maar door, jongens. Ik heb hier, even kijken hoor, op een kleedje. Dit is het laatste. Dit is de laatste. Oh, dan gaan we trappen van mijn fiets. Tafelkleedje voor buiten, wat gasaansluitingen voor mijn kooktoestellen, een paar kaarsjes en dat was het. Dus nou, dan weet je ongeveer wat ik meeneem aan benden. De helft kan gewoon weg, want waarom ook twee van die krukkies, weet je wel. Dus als je nou op gewicht moet letten, ik heb de mazzel dat ik dat niet hoef. 4800 kilo mag die wegen. Ik neem het maar mee, joh. En je ziet het zelf, hè. Ik leg het je ook nog uit. Wat een bende allemaal. Waar heb ik het voor nodig? We gaan... de garage inruimen. Nou, en met dat inrichten van het rek, mensen, dan doe je natuurlijk de zwaarste spullen onderin en de lichtste boven. Nou, wat je vervolgens ziet is dat ik bij de ingang, want ik kan van binnenuit bij mijn garage, dat ik daar ook nog lekker veel ruimte heb. Dus hier komt een krat voor met de frisdrank. Hoppata. En ja, spulletjes die ik graag bij de hand wil hebben, zeg maar. Weet je, nou ja, dit is een beetje een slecht voorbeeld. Maar deze zat vol met blikjes fris, zeg maar. Hier gaat mijn toiletvloeistof van Solbio, want dat maak ik op tot ik er klaar mee ben. En ja, allemaal van die handige, ja, weet je, deurtje open, pakken, klaar. En als je nou die garage leeghaalt en weer vult, dat is natuurlijk het moment om overbodige spullen eruit te gooien. Maar ook om een beetje te reorganiseren, want sommige kratten kunnen wat handiger ingericht worden. Sommige spullen kunnen weggeven of wegmieteren, zeg maar. En dat is wel gelijk de manier om te reorganiseren. Dus jullie zagen me al een paar keer toppen met die Starlink koffer. Door wat te shuffelen met bagage heb ik daar nu een perfecte plek voor. Want die pak ik natuurlijk ook, die Starlink, die pak ik natuurlijk ook van binnenuit. En als die nou hier staat, en dan zet ik hem wel weer klem bij wat anders, dan heb ik hem gelijk binnen handbereik. Tada. Thank you.
ben klaar. Nou, en eigenlijk... Eigenlijk is één zo'n strep wel voldoende. En meestal passen deze hier precies naast. Doe het even vanaf de andere kant. En deze ken je toch wel, hè, jongens? Die, gewoon die krukjes om op te zitten. En met dit dingetje. Maak je er in één keer een bijzettafel van, hè? Maar ja, dat is geen nieuws natuurlijk. En hoppa, te koop in elke winkel, kampeerwinkel. Kijk, en deze zit ook mooi vast. Daar heb ik mazzel mee. Hè? Het past precies tussen die twee. En ondertussen staat de barbecue ook al. Starlink, frisdrank, Salbio, fietstassen, barbecue. En die barbecue zit bij mij gewoon in zo'n puinzak. Ken je dat? Waar je, als je nou een muurtje afbreekt, zeg maar, daar heb je speciale hele stevige plastic zakken voor. En ik had hem eerst altijd in een vuilniszak. Maar ja, zo'n barbecue is altijd een beetje viezig. En daar hou ik niet van. Vandaar ook dat ik hem netjes inpak. En vandaar ook dat ik mijn houtskolen zo en aanmaakvloeistof, dat heb ik allemaal in een krat zitten. Dus als die in een papieren zak een beetje gaat lekken, of weet ik veel wat, een beetje morsig, dan blijft dat allemaal keurig in dat krat zitten. En krijg je geen vieze glaasje. Nou, het begint op te schieten, want ik heb alleen dit nog maar op te ruimen. Nou, inmiddels ben ik zover dat dit staande wegspul erin kan. En dat was die oplossing waarvan ik zei dat ik er nog niet helemaal tevreden over was. Dus daar ga ik ook iets anders voor bedenken later. En het waait hier, zie je het? De camera die zit op de garagedeur vast. Het begint een beetje te waaien. En vanaf 1 uur geven ze zelfs spetters op. Dus ik moet nog een beetje op gaan schieten. Maar ik laat je even zien hoe ik al dat staande wegspul opberg. Klik. Nou, ik zei het, hè. Ik ben hier nog niet heel tevreden over, maar dat wordt waarschijnlijk elastieker. En dan komt de anti-rammeltruc. Dat zijn van die zwemdingen, weet je wel. Kinderen die blijven ermee drijven in het zwembad. Hoppa. En die heb ik gewoon in stukken geknipt. Zo. Hoppa. Rammelvrij in de garage. En ik heb altijd wel een paar van die reserve dingen aan boord. Volgens mij heb ik deze nog niet nodig, dus die stop ik bij het gereedschap. Voor mij is dat logisch. Ik weet niet wat jullie denken, maar voor mij is dat logisch. Nou, zachtjes aan komen we aan bij het gebruik van de fietsendrager, jongens. Dat is die VeloSlide. En ik heb daar wel eens een keer een aparte video van gemaakt. Dat is een apparaat van Thule. Schuif hier in en uit. Hop. Daar passen moeiteloos 2 fietsen op. Nou, ik ben natuurlijk in mijn eentje 1 fiets. En ik heb daar mijn voortent. Dat is de Ventura. De Ventura Vivo High. Die heeft een week of 4, nou 3 denk ik, opgestaan. 3 of 4 weken gebruikt. Vorig jaar in Spanje, zit nog wat Sahara zand op. Maakt hem alleen maar interessanter, zullen we maar zeggen. En ja, ik dacht dat ik hier tijdens het overwinteren gewoon echt lang op een camping zou staan. Want ik had camping Imperium Alicante. Die had ik wat langer gereserveerd. Dat reserveren moet je echt doen, dat is echt super camping. Maar ja, ik vind dat reizen, dat wildstaan, dat avontuur van 's avonds niet weten waar je gaat slapen, of 's ochtends niet weten waar je gaat slapen, dat vind ik eigenlijk leuker. Dus ik heb die tent is voor mij staande weg. Maar ik heb daar wel een hele handige oplossing voor gevonden, namelijk op mijn VeloSlide. En daar gebruik ik ook weer die
die rockstraps voor, zie je dat? En ik heb geen aandelen, jongens, maar je kan ze wel. Want ik heb een linkje in de beschrijving van de video staan. Dus daar kan je ze wel bestellen. En volgens mij werkt dat zelfs met een affiliate programma. Dus als jij daar zoiets bestelt, dan betaal je gewoon de normale prijs. Alleen ik krijg daar misschien een 80 cent voor terug of zo, omdat je het via mij bestelt. Hoef je niet te doen hoor. Maar het is wel makkelijk, het is maar een idee. Ik zal het je even van dichtbij laten zien, mensen. Dat is rockstrapje 1, zit vast. Rockstrapje 2, die moet ik even op lengte maken. Dan zit hier, kijk eens. Dat is de vader. en de moeder. Hier. En dat kan ik natuurlijk nooit. Dat kan ik natuurlijk nooit met één hand. En dan zeg je klik. En dan trek je hier de boel een beetje strak. Hoppa, en klaar. Nou, ik ben nog niet helemaal tevreden, maar dan zoek ik zo nog even een spanbandje bij. Nou, standaard heb ik in de garage mijn vloerkleedje liggen. Met tapijtje van de beste dealer van Nederland. En dat doe ik. Kijk, je ligt hier. Hoppa. En waarom doe ik dat? Daar leg ik altijd daar ligt mijn vuistje op. Mijn haringen liggen altijd bij de hand, weet je wel. Altijd. Die liggen altijd hier. Vaste plekken, want anders weet ik echt dan. Jongens, als ik mijn gulp openlaat, dan kom ik nog eens een dame thuis. Vaste plekken, zeg maar. En mijn vuistje ligt hier. En mijn dinges ligt hier. Gek genoeg verschuift dat praktische draai eigenlijk nooit. Dus dat zijn de vaste plekken. Dat begint er nou een beetje op te lijken hoor, jongens. Ik ga de fiets erop gooien. Zag je dat? Hoe soepeltjes dat erin gaat? Nou, nu zijn het alleen nog maar een beetje details, jongens. Tafeltje, stoel. Nog wat klein gescharrel. Schoenen gaan gewoon weer terug in de camper waar ze horen. Want die zijn ondertussen lekker droog. En een gereedschapskistje erin. Dus de laatste details. En klaar is mijn garage, jongen. Ja, je weet in ieder geval wat ik allemaal meeneem. Je hebt tips gekregen over hoe ik hem inruim. En waarmee met handige opbergdingetjes. En hier staat de hele mikmak. Je kan zeggen, jeedewee, wat lastig om je fiets eruit te halen. Maar ja, als ik mijn fiets eruit haal, dan staat mijn tafel en mijn stoel staan meestal buiten. En mijn zonnepanelen dan niet, weet je wel. Maar ja, wat ik nu moet doen om die fiets eruit te halen, gereedschap eruit en ook weer zo'n verwarmd kussentje, zie je dat? Lekker warm zitten. Dus gereedschap eruit, stoel, tafel, zonnepaneel eruit, hoppata, en die fiets kan los. En ja, hier hebben we ook nog allemaal handige dingetjes, hè. Kijk, dit zijn de scheerlijnen die bij mijn, als ik de luifluit draai, bij de joekels van Haringen, kijk even van een end. En ja, dat ligt allemaal voor het grijpen, jongens. Daar ligt mijn vuistje, haringen. Hier liggen de scheerlijnen. Ik heb even snelle knijpers, als ik ze nodig heb. Snelle dingetjes voor kleine wasjes, handdoekje drogen, dat soort dingen. Vaak fabriceer ik hier ook nog een waslijn van. En dit is voor als ik de camper nog een keer ga wassen. Stel. En ja, dat is het eigenlijk. En als je dan aan de achterkant kijkt, daar heb ik natuurlijk een smal luik. Nou, dat is voor eventuele visite. Ik schuif dit opzij. Klik even die greepjes, die rockstrapjes los. Ik pak mijn stoel en klaar. En als je dan even binnenkijkt, dan zie je hier motorjackie overhemdjes. Keurig bij elkaar gehouden door zo'n frummel.
Hier zie je mijn buitengewoon vieze motorlazen die kan ik kan soppen. Dit zijn de relatief, ik zal even zo filmen. Dat zijn de relatief niet al te vaak gebruikte spullen, ook achter rockstrapjes. Nou, wat je ziet is dat mijn voorwiel er net niet tegenaan komt, dus dat is geen enkele belemmering. Hier staat hangt mijn paella dinges, paella brander. Hier heb ik de barbecue. Dat is het enige dingetje. Die barbecue kan ik niet door deze deur heen halen. Nou, zo vaak barbecue ik tegenwoordig ook niet meer. Spulletjes die voor het grijpen moeten liggen. Inclusief mijn Starlink, want die lag nogal in de weg. Nou, jongens, al zeg ik het zelf. DW is organized. En dat moet ook wel, want ik ben natuurlijk een totale chaot. En dat vind ik nou ook zo lekker van wonen of lang verblijven in een camper. Je weet alles gewoon te liggen, joh. Echt alles. Dus mensen, ik ga eruit. Ik stop met deze video. Ontzettend bedankt voor het kijken. En jullie daar ook. Ontzettend bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Oh, wacht nog even. Geef deze een duimpje. Want ik heb hier echt wel mijn best op zitten doen. Zeg, op deze video. Ik ben lang bezig geweest. Maar jullie ook. Want lang moeten kijken van ellende. Dus geef ook jezelf een duimpje. Doe mij dan ook nog even. Ik verwacht eigenlijk wel wat meer duimpjes. Abonneer je op mijn YouTube kanaal. En tot morgen.